Kom maar eens even rijden, die 16 meter. En ze gewoon in gesprek allemaal natuurlijk zwijgen aan die tribunes. De prinsen die kunnen erbij komen. Vliegen de snij, nog even een leentje. Ik gloer hier even naar Alain van de supportersvereniging. De bloemen die zien hij paraat. Iedereen is er, het stadion is er, de luien zien er. Laat ik nog eens een keer uw stadion in geweest wordt. Zo, want hij stond voor u, periode kampioenen. Dus MVV'tje. En voor u begint wat voor de jongens maar gegeven. En dat jij deed zo maar niet dus doen, dat jij de voorzitter doen van onze eigen supportersvereniging. Alain, de ingesneden, hoor, nog even de microfoon gaan geven, dames en heren. Eerst een groet op, en ik weet het zeker, wat voor zich genomineerd en voor hebben hij de bronzen stieren. Die kunnen u vertellen, dames en heren. Want welke club is de beste club geworden? Ik huur het niet, welke club is de beste club? MVV, en ik zou wel even willen vragen, dat is een bonus om de trainer te geven. Ik denk dat dat wel kan, hè. Ja, zeker is dat jij, hè. Ga het maar even doen. Om de trainer gisteren te geven. Hoop het maar even erbij. Hoe is dat? Dat is dat toch. Dames en heren, dan een sturen. Natuurlijk. Dat beentje er nog in. Het daverend applaus. Een MVV'tje. Beste club. Terwijl de prinsen daar allemaal erbij stonden, dan is het natuurlijk vastgehaven. En dat zijn altijd komen, dan is het eigenlijk goed vies. Dames en heren, meneer Tros, kom nog eens hier even heen. Wat vroeg ik aan het begin van het seizoen nog alweer? Hoe was het achternaam? Was dat René?